Weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen, heel verliefd en heel verlegen, samen. Onder moeders paraplu. Ik ben Astrid Nijssen van Stichting Vivendi. Ik heb vroeger in een zorginstelling gewerkt als activiteitenbegeleidster met mensen met dementie. En toen leerde ik deze liedjes ook kennen, maar ik zag ook vooral wat het met de mensen deed. En toen was ik afgestudeerd en toen dacht ik, ja, en nu? En toen ben ik een voorstelling gaan schrijven, dat is de eerste. En nu spelen we dus deze week 6 keer in de Pantai met onze 4e voorstelling ondertussen. En het is leuk. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de seintjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben Henk Hermers en ik ben coördinator informele zorg binnen Pantijn. Een zorgorganisatie die zich inzet voor de brede regio hier in Brabant. Dit Vivendi is een enorm succes. Dit is een voorstelling zoals het klokje thuis tikt. Nou, ze hebben zoals je hoort allemaal liedjes van vroeger, vanaf de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 70. Je ziet mensen spontaan huilen en ik hoorde vanmiddag ook dat een dokter zei, mijn moeder begon in één keer te vertellen over haar verloving met mijn vader. Nou, ik schoot er helemaal vol van. Dat verhaal heb ik nog nooit gehoord. Ik weet zo, oh, en met welk een animo zweven wij op de muziek van dansorkesten. Wat vond u nou van de voorstelling, meneer? Die vond ik hartstikke mooi. En dat was juist allemaal in onze tijd. Want al die liedjes hier kon ik allemaal meezingen. En wat er allemaal gebeurde toen, dat vind ik vond het prachtig. Echt hoor. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn. Echt niet. La 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 la